Nou, vandaag is een super spannende dag, mensen. Want ik rij nu naar Bea toe. En dan hebben we een interview via Zoom met niemand minder dan André van Duin. Nou, heb je er zin in? Ik ben Marieke en ik ben filmmaker en samen met het medium Beatrix maken wij de reeksseries Hanse Mysteries. Ja, en dan ben ik Beatrix en we gaan samen op zoek naar misschien nog wel meer schatten in de Hanzensteden. Precies. Ja. En elke keer gaan we in gesprek met een historicus of met een stadsgids om te kijken wat natuurlijk de geschiedenis is. En door het voelen van jou komen we misschien wel achter veel meer geheimen. Ja, wie weet. En trouwens, ik weet ook helemaal niet waar ik dan naartoe ga. Nee, want dat vertel ik jou nooit. Nee, om het lekker spontaan te lekker houden. Lekker spontaan. Ja, vooral dat. Ja. Nou, kom maar met ons mee. Gezellig. Ja. Hallo, André van Duin. Hallo. Hallo. Ik ben Marieke. Ik ben filmmaker. Ja, ik ben Beatrix. Ik ben het medium. Ja, en samen maken wij een rapportage over Hanse Mysteries. Ja. Ja. En dat doen wij met heel veel plezier. En we waren eigenlijk van plan om er eentje te maken. Maar het is een beetje uit de hand gelopen, waardoor we heel veel afleveringen maken. En waar zijn we allemaal geweest, Bea? Het oude stadhuis van Zwolle. Ja. We hebben hele leuke dingen gedaan. Zijn we bijvoorbeeld in de kelder geweest om te zien wat daar is. Ja. Wat we er voelden eigenlijk. Ja, omdat raadsleden en wethouders daar niet durfden te komen omdat het daar scheen te spoken. Ja, maar dat was niet zo. Nee. Dat was niet zo. We zijn in de kelders van Zwolle geweest. Ja. Met Peter Vader. Ja. Heel erg leuk. Ja, absoluut. Ja. En nu? Oh, het zonnetje gaat ook nog schijnen. Ja, nu staan we in Zalk. Nu staan we in Zalk. Ja. En we staan niet zomaar natuurlijk in Zalk. Nee. Want wij willen graag een reportage maken over Klassien. Klassien uit Zalk. Het icoon van de IJssel. Het icoon, van de IJssel. Het kruidenvrouwtje. Het kruidenvrouwtje. Ja. En het feit dat we u vragen, dat is natuurlijk omdat u gewerkt heeft met Klassien. Precies. Behalve jasje aan, jasje uit, bent u ook beide geweest. Ja. Nou, wat hebben we gedaan in Zalk? Nou, we zijn dus bij het dorpshuis geweest. En daar hebben we van alles te horen gekregen over Klassien. Wat ze allemaal deed vroeger, wat haar familie was en noem maar op. En er wordt zelfs door de bewoners van Zalk nu een museum gecreëerd. En ze zijn heel erg enthousiast. Ja. Dus ja. Heel erg. Dus dat is leuk. Ja. Dat is echt heel leuk. Maar we willen heel graag nog meer weten over Klassien. Hoe ze was, zeg maar, vroeger. Want we denken dat we nog veel meer te weten kunnen komen over haar. Ja. En omdat u naast haar heeft gestaan. Ja. Als artiest en als vriend misschien ook wel. Ja, dat kan. Ja, dan willen we heel graag wat weten. Dus we hopen dat u een klein beetje tijd voor ons heeft. Ja, misschien met videobellen. Misschien met videobellen. Of we komen naar Amsterdam, vinden we ook prima. Ja hoor, wij maken tijd voor u. Ja, voor u. En adem uit. Adem in. En adem uit. Oh, een beetje licht in mijn hoofd. Zo, daar zitten we dan met Bea. Ik heb weer een roesje. Ja. Ben je niet nerveus? Nee, jij dan. Het is wel spannend. Het is heel erg spannend. We gaan echt met een hele bekende Nederlander praten. Heel bekend. Uiterst charmant is, volgens mij. Ja, volgens mij ook. En heel erg wijs. Ook. Je hoort goede verhalen over. Ja. Ja. Leuk. Ja. Zin om. André van Duin, mensen. Joehoe! Ja, wat goed! Oh, wat leuk! Hallo! Gelukt! Oh, ja, super! Nee, het haar zit goed hoor. Het haar zit helemaal goed. Ja, prachtig! Goed. Wat leuk zeg! Wat een eer! Ja, goedemorgen! Goedemorgen, André! Ja, wat leuk! Over Klassien. Ja, over Klassien. Ja. Ja, wij zijn heel erg benieuwd hoe zij was in het artiestenleven. Als artiest. Natuurlijk van Zalk. Ja, ja, ja,
Zwolle. En ik in Wilsum, aan de overkant. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ik ben daar één keer geweest, bij haar thuis, kan ik me nog herinneren. Maar ze viel me nog wel tegen, in de zin van dat zo'n kruidentuintje, was heel klein kruidentuintje. Ja, klopt. En bij haar thuis kom ik koffie gedronken. En waarom ik er eigenlijk was, weet ik ook niet. Waarom? Ik denk voor een filmpje of zo. Maar ik kan me er niet zo heel veel meer van herinneren. Toen is ze in de studio gekomen en hebben we een liedje gezongen van jas uit, jas aan, jas uit. En ja, dat is niet zoveel contact mee gehad eigenlijk. Ik heb geen briefwisseling of wat, want het werd allemaal geregeld, de productie regelde het allemaal. En ik ging er dan naartoe en dan ontmoette ik haar. En, maar ze was heel aardig. Dus ik weet nog wel dat we daar een beetje nou ja, oud-Hollandse woning was het, of hoe heet het, een huiskamer. Ja. En ja, dat zeg ik. Ze hebben geen middeltjes aangesmeerd of wat. Nee? Oh, daar ben ik wel benieuwd. Ik heb last van het zo lopen. Maar in ieder geval, ja. Nee. Nou, wat grappig. Wat grappig. Ja, het leek namelijk ons heel erg leuk om te zien van, god hè, we zijn naar het dorp zelf Zalk geweest en gevraagd van, goh, hoe zagen jullie haar? En nou, het viel niet in hele goede aarde op zich, nee. Toch? Nee. Omdat het is een vrij... Een... Wat zegt u? Wordt niet populair bij de buurt. Klassien was schijnbaar nogal eigenzinnig. Die deed gewoon haar eigen ding en die was heel erg voor emancipatie. Ze kwam een beetje stuurs over, hè, eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja, we zaten allemaal middeltjes. Mensen hadden allemaal bij haar, want ik heb in mijn rug en ik heb pijn in mijn oren of iets wat. Ja. En daar leiden allemaal weer middeltjes voor. Dus ja, ze was een beetje natuurlijk van, ja, ik weet het wel, dat moet je zo doen en niet doen, dat moet je zelf weten. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Nou ja, we hadden zoiets van, nou, eens even zien hoe zij in de showbusiness zat. Ja. Maar volgens mij was ze daar hetzelfde als wat ze in het dorp deed. Gewoon de eigen ding. Ja. En, ja, toch? Ja. Maar ik kon wel zien op televisie dan, dat ze wel heel erg genoot. Ja. Ja. Ja, ze vond het wel leuk. Ja, anders had ze het niet gedaan natuurlijk. Nee. Dat was ook wel erg leuk. En ik weet ook niet wat jas aan, jas uit, waar het op vroeg eigenlijk. Want het was dat was een kreet van haar of zo? Ja, dat klopt, ja. Als het koud werd, moest je het jasje aandoen, toch? Ja. Zoiets? Ja. Ja. Ja, want we hebben het filmpje natuurlijk bekeken dat u daar was. En dat je ook letterlijk in die tuin loopt. Ik weet alleen dat ik een soort huiskamer, want nou ja, wat ik net vertel. Ja. Dat is onze huiskamer en dat zijn zat dan even dat tuintje. Vond dat hebben we inderdaad gefilmd ook dan. Ja, dat klopt. Alleen van het show. En dat is het eigenlijk. Ja. Er is niet zoveel gebeurd in ieder geval. Nee. Ja, we hadden ook niet verwacht op smeuïge verhalen of zo. ik denk ook niet dat het was, maar het is gewoon leuk. Niks gebeurd, want ik me kan herinneren dat nou spectaculair was. Jongen, daar maken wij weer mee hoor. Nee, wat op beeld staat, dat is het ook gewoon. Ja. Vrij snel, want we zijn vaak bij mensen thuis geweest en ik hou er helemaal niet van bij mensen thuis komen, want ik denk altijd nog, want je stoort iedereen, ik ben altijd zo snel mogelijk weer weg. Dus voor me altijd bedraaien, dan ga ik naar de binnen, ik ben daar zo snel mogelijk weer naar buiten. En die mensen zo min mogelijk te storen, dus dat zullen we daar ook maar gedaan hebben. Ja. En nou, het enige wat ik kan herinneren, wat ik net zei, dat het kruidentuintje, maar dat was niet zo groot als... Nee, dat klopt, ja. 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 Het was een heel grappig moment. Ja, dat stond ook op die film natuurlijk. Ja. 3x4 en dat was het. Ja, klopt. Ja, teleurgesteld. Ja, leuk zeg. Echt. Dan bedoel ik dat af, dan is het heel goed. Nou, eigenlijk was het precies wat u zei, heel snel. Ja, heel snel. En het kruidentuintje van, nou, is dit het dan, een kopje koffie. En toen gingen jullie eigenlijk weer. Ja, en heel erg teleurgesteld van, nou. Ja. Nee, toen is ze dus naar de studio gelopen geweest en daar hebben we dat liedje gezongen. En Ja, ik... heel erg kan helpen wat dat betreft. Nee, nee. Nou, maar dit is al super. Dit is al super. Ja, dit is wel leuk. Ja. Mijn moeder is helemaal blij dat ik met André van Duin spreek. Dus ja. Ja, goed, mijn moeder ook. Geweldig. Ja. Ja. Nee, vroeger heb ik op Centraal Station gewerkt. En dan kwam u ook wel eens. Als u dan even vloog, geloof ik. En dan kwam u een lekker kopje koffie drinken. Ja,
Waar centraal station waar? De broodzaak. De broodzaak. Amsterdam. Oh. Amsterdam. Oh. Ja. De broodzaak, ja, ja. 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 Ja, dat ik als we reizen met Martin ook eens wat ging was. Ja. Vaak via centraal station. Ja. Ja, want Martin kwam ook wel eens bij ons. En die had een klik met Gina. Dat was mijn eerste medewerkster. Dus en die was altijd zo leuk als die kwam. Ja. Heel gezellig. Ja, Martin is heel erg gewerkt. Dus op centraal station is dat met de Wagonie. Ja. Klopt. Voordat ik hem kende, of wel kende, voordat we samen zat hij altijd op centraal station. Ja. Ja. Altijd blij. Altijd goed gemutst. Ja, zeer. Ja. Geweldig. Nou, hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, ja. Super. Ja. Ja, Bea heeft een boek besteld. Die komt vandaag binnen. Ja. Ze waren allemaal teruggeroepen, want ze waren verkeerd gebonden, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. Dat ze vanaf vrijdag pas in de winkel zijn. Dus als je maar kijken, als het niet mooi gebonden is of krom is, dan moet je hem terugsturen. Want, ja, dan bel ik u wel. Ja. We hebben nu nummer. Dat doen we. Ja. Nee. Nou, super. Hartstikke bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Ja, dank u. Ik wil jullie niet verder gaan helpen, maar ja, dit is al goed. Ja, nee, dit is helemaal goed. Ja, dit is helemaal goed. Ja, dit is hartstikke leuk. Kunnen ja, kunnen we goed gebruiken. Succes met jullie. Wat ga ik mee doen? Hanse Mysteries. Dat is zeg maar een, ja, een. Oh, ja, dat hebben we gelezen. Ja, 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 ja dat. Ja, ja dan komt erop en we delen het ook, als ik het gemonteerd heb, dan delen we het ook met u en dan komt het helemaal goed. Ja. We gaan er wat moois van maken. Oké, okay, nou veel succes ermee. Ja, dank u wel hè. En bedankt voor de tijd. Doeg! 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 Nou.